Een spectaculaire einde aan de symfonische dansen van Sergei Rachmaninov. Je hoorde het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van dirigent Bas Wiegers hier live in de grote zaal van Tivoli Vredenburg tijdens het Avrotros Vrijdagconcert. En het publiek na die grote knal en die tamtam die nog even nagalmde, staat het publiek hier meteen, nou nog net niet op de banken. Zo fatsoenlijk is het dan ook alweer. Maar in ieder geval wel voor hun banken, zeker stoelen. En daar komt dirigent Bas Wiegers nog op, applaudisserend voor het orkest. Gevolgd door een mevrouw met bloemen. Die nu wat paniekerig om zich heen kijkt, omdat het orkest ook opstaat. En ze opeens niet meer bij Bas Wiegers terechtkomt. Jawel, toch wel. Bas Wiegers krijgt de bosbloemen. En neemt het grote applaus hier in ontvangst. Naar de...